feestelijke muziek. Maar ook feestelijke muziek kun je vandaag wel afspelen in Os. Want daar speelde Overwetering thuis tegen WSV. Aan de telefoon hebben we de trainer van Overwetering, Sander Pol. Goedemiddag. Goedemiddag, Stefan. Ja, je wint uiteindelijk met 2-1 van een wedstrijd waar je vorige week al van zei. Van vorige week de mentaliteit misten we een beetje. Heb je die vandaag uiteindelijk wel gezien of zeg van nou, het had ook zomaar anders kunnen zijn? Nou, eerlijk bekennen dat het ook zomaar anders had kunnen zijn. Maar ik heb wel een collectief gezien vandaag wat met elkaar door het vuur is gegaan. En wat mede de overwinning tot stand heeft gebracht. Ja, want je komt uiteindelijk vlak voor rust in een fase waar WSV iets beter was volgens Jordi van Breuken. Die voor ons verslagverlegger beet op voorsprong. Mentale tik. Kort na rust komen hun iets beter uit op het 1-1. Had je daarna zoiets van, we moeten wel scherp blijven, anders komen hun met de 2-1. Of had je iets van, dit moet wel goed komen op dat moment? Nou, we hadden ervoor gekozen om WSV vroegtijdig onder druk te zetten. Dus ze niet te laten voetballen, want we wisten van tevoren dat het gewoon een goed voetballende ploeg was. En dat hadden we de eerste 20 minuten ook goed onder controle. En daarna kwam er echt een fase waarin wij de linies te ver uit elkaar lieten lopen. Het niet meer konden belopen. En dat is wel een fase waarin WSV 1, 2, misschien wel 3-0 moet maken hoor. Want toen werden we wel bij vlaag overlopen. En zie je gewoon wat een enorm goede ploeg het is. Maar ja, ze zitten ook in de hoek waar de klappen vallen. En dan weet je dat als het 0-0 staat, dat die gewoon aan de andere kant ook kan vallen. Nou ja, goed. En dat bleek dus uit een corner waarin Hushan goed ertussen liep. En met de half schouder binnen loopt. Ja, en dan sta je 1-0 voor. En dan heb je op dat moment wel wat controle. Dan denk ik dat het gelukkig is dat je 1-0 voor staat. Maar vanaf dat moment heb je wel het spel onder controle, wat ik al zei. En dan ga je een tweede helft in waarin je met de ploeg het erover hebt. Wat gaan we doen? We gaan niet op twee gedachten hinken. We gaan dit spelletje blijven volhouden. En dan komt er een situatie waarin we zelf in balbezit zijn. Balverliezen, leiden. Veel mensen over de bal. En dan met hun snelle uitval. Ja, bleek dat dat ook dodelijk was. En kopt diegene een goed diagonaal binnen. Waar Paul geen kans had. Ja, en uiteindelijk zeg je van de krachten. In die zin, bij jullie is dat ook een aantal bepalende spelers. Zoals Steven Heckman, die uiteindelijk dan de winnende oplevert, om het zo te zeggen. Wat dat betreft is het wel lekker dat je zulke spelers als Heckman en ook Hoesan in dit geval in je team hebt. Waar die toch het verschil uiteindelijk kunnen maken. Waar anderen het misschien soms moeilijk hebben om dat verschil te maken. Ja, nee, goed, in dit geval wil ik geen enkele speler daar uitlichten. Want wat ik zei in het begin, is het een overwinning van het collectief. Mm-hmm. En iedereen heeft keihard geknokt. Bram de Haas die vanuit een blessure terugkomt de hele week. In dat geval niet kon trainen in verband met werkzaamheden. Die gewoon zich en zijn longen uit zijn lijf knokt. En een balbezit belangrijk is. En nou ja, een Henry die de geschorste Freddy staat voorstopper en moet zijn rol overnemen. Dat doet hij fantastisch. En zo heeft iedereen zijn taak naar behoren uitgevoerd. En ja, nogmaals is het mooi dat Hekkie dan in dit geval het 2-1 maakt uit een countersituatie waarin hij gewoon ijzersterk is. En hij zijn waarde voor deze ploeg enorm bewijs. Maar goed, als je kijkt naar Paul vandaag, die redt gewoon 3 punten. Die fantastische reddingen in 1-1. Dus dat is geweldig dat een jonge keeper zo bepalend kan zijn voor onze ploeg. Ja, uiteindelijk is het inderdaad wat je zegt dan een teamprestatie. Een team waar jij natuurlijk trots op bent hoe ze vandaag gespeeld hebben. Want makkelijk was het zeker niet. Ik denk dat vorige week achteraf misschien een makkelijke tegenstander had kunnen zijn. Maar goed, dat gebeurt er niet vandaag. Dan win je het inderdaad op team en karakter. Volgende week mag je de wedstrijd inhalen tegen Bomboys. Een zwaardere tegenstander en een totaal andere wedstrijd, denk ik. Nou ja, goed. Ik schat WSV echt wel hoger in dan dat ze nu staan. En dat is gewoon een enorm goede voetballende ploeg. En dat is Bomboys, wat ik heb vernomen ook. En er zal misschien nog net iets meer kwaliteit in zitten. Die spelen vandaag 1-1 tegen Barbaros, waar wij 6-2 tegen winnen. Dus ik denk in deze competitie dat we niet kansloos zijn. We moeten daarheen. Dat is misschien wel een minpuntje. Maar daarnaast, ja, als we het kunnen opbrengen wat we vandaag opbrengen. En als je het uiterste uit jezelf haalt en keihard werkt, dan
zie je gewoon dat deze ploeg boven zichzelf uit kan stijgen en veel beter kan dan dat ze daadwerkelijk kunnen. Maar ja, dat betekent wel elke week keihard werken, best doen met elkaar en voor elkaar door het vuur gaan. En dan gaat individuele kwaliteiten van een Haas, van een Hekkie, van een Nuschan, van een Oscar, die gaan bepalen of je dan een wedstrijd wint. Ja, maar in ieder geval vandaag een mooie overwinning inderdaad. En geniet er nog even van, net zoals het mooie weer. En dan succes met de voorbereiding voor volgende week. Dankjewel voor vandaag, Sander. Dankjewel, Stefan. Groeten. Hoi, hoi.